Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg. Sargon, gefeliciteerd. Eindelijk een keer wat puntjes hè, op de Boshoek. Dat is lang geleden, hè? Ja, mocht ook wel, toch? Ja, het werd ook wel zeker tijd. We hebben veel gelijk spelen gehad. We hebben hier een paar keer verloren. Dus het werd een keer tijd dat we een overwinning zouden boeken. Had je het van tevoren gedacht dat je zo makkelijk over GVV heen zou gaan? Nee, dat had je vooraf al getekend. Maar we begonnen heel sterk en ze kwamen in een probleem. En na 5 minuten was het eigenlijk geen wedstrijd meer. Kwam dat door die rode kaart of kwam dat echt door ook mede door het spel? Nou, ook wel door het spel. We gingen vol druk naar voren toe en er zijn er heel veel moeite mee. En dan krijgen ze een rode kaart, dan krijg je penalty, kom je op 1-0 na 5 minuten. Dus, en net voor rust krijgt ze een tweede rode kaart en dan is de wedstrijd gespeeld. Nou, je maakt een hele mooie steekpas. Hè? Had je al zo'n gevoel van, hey, Gerson die kan eroverheen? Of was het meer bedoeld voor Penteman? Nee, Anane die speelde mij de bal in de voeten en ik maakte een beweging dat ik naar buitenom ging en ik ging binnendoor en ik zag Gerson lopen. Dus dat was mij maar één mogelijkheid en dat was Gerson inspelen. In de hoop dat Gerson me of breed zou leggen of zelf erin zou schieten en dat gebeurde dus mooi. Ja, wat vond jij van de tweede helft? Want iedereen zei wel van ja, dit is geen wedstrijd meer, wordt gewoon uitvoetballen. Kun je eens wat zeggen daarover? Nou, je moet wel scherp blijven. Kijk, ze komen vlak voor rust, maken ze wel 2-1. Dus dan houden zij er nog hoop in en dat je na 1 minuut gelijk de 3 in maakt, ja, dan is het klaar. Dus dat was simpel. Hadden jullie al wel zoiets van het is gespeeld in de rust? Ja, 1 minuut na rust was het gelijk gespeeld. Dus dat gevoel heb je ook wel. Kun je lekker rustig die bal rond laten gaan en een paar doelpunten meer maken. Had misschien nog wel hoger kunnen uitvallen, moet uitvallen, maar 5-1 is meer dan genoeg. Baal je daar dan van dat je niet hebt gescoord of valt dat wel mee na zo'n 5-1 overwinning? Nee, er valt reuze mee. Ik heb 2 assists gegeven. Dus, andere jongens die maken doelpunt ook wel, dus het is gewoon lekker dat we gewoon weer 5 keer hebben gescoord hè? En dan win je gewoon een wedstrijd. Ja, je ziet het misschien wel aankomen, het geruchtencircuit, iedereen die zegt wat, maar de naam Spakenburg wordt genoemd, dat jij daar terug zou gaan, klopt dat? Ja, je bent de derde die nu heeft gezegd, maar Spakenburg heeft me gebeld en net zoals andere clubs me ook gebeld hebben, alleen ik moet voor mezelf een keuze kunnen maken en dat zal in de winterstop wel gebeuren. Ben je al in gesprek geweest met Spakenburg dan? Ja, ze hebben me alleen gebeld, dus nog geen gesprek plaatsgevonden dus. Maar je wilde zelf vertrekken, want op Facebook ging ook al wel wat berichtjes rond. Oh, dat weet ik niet, heb ik niet gelezen, maar of ik wil vertrekken, dat hangt vanaf waar ik ga wonen. Ja, want je gaat verhuizen naar het westen, begreep ik toch? Omdat de vriendin daar een job kan vinden? Als ze daar een baan vindt, dan gaan we die kant op en als ze hier een baan heeft, dan blijven we hier. Oké, nou top, dankjewel. Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg.